En dit is 2. Vandaag gaan we wat superleuks doen. Namelijk 24 uur de gevangenis in. Ja, zoals jullie kunnen zien staat hier een prachtige gevangenis. En Janna is vandaag geen zoetzusje, maar een heel crimineel ondeugend boevenzusje. Janna, wat heb jij uitgesproken? Niks. Wat heb jij gedaan dat je de gevangenis in moet? Niks. Niks, maar je hebt wel een prachtig boevenpak aan. Ja. Helemaal zwart-wit gestreept en handboeien. Zit dat een beetje lekker? Nee, hè? Ja, boeven hebben dat. Alleen, ik kan er sowieso toch niet uit, want nee. Er is een sleutel. Oh ja, die hoort op het slot. En die kan ik natuurlijk nooit pakken. Nee. Nou, Janna, jij gaat 24 uur de gevangenis in. Maar, voordat we gaan beginnen, geef een duimpje omhoog. Het is heel lastig hoor, met die handboeien. Voor hoeveel duimpjes gaan we, Janna? Ik zie het. Kijk, voor 4713 duimpjes, oké? Ja. Klik op die duimpjes. Nou, ik ben de gevangenisbewaker. Ik ga Janna de gevangenis in doen. Zo, kijk eens aan. Nou, Boef, mag u even hier komen? Doe ik de handboeien af. Dat is 1 en dit is 2. Dan doe ik de gevangenispoort weer dicht. En dan blijft u hier achter. Doei. Doei. Sterkte, hè? Hou vol. Doei, doei. 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 Kijk, daar zit ze. Doei. Doei. Dit is de gevangenis. Hier heb je echt helemaal niks te doen. Je hebt alleen maar een slaapzakje. Hier is mijn tafeltje met alleen bordje en een beker en voor de rest helemaal niks. En dit zijn de tralies. Super stevig, dus je kan er echt nooit uit. Nou, behalve als de 24 uur klaar is. En hier zitten er ook nog een paar. Hoe ga ik ooit 24 uur hier in een cel redden? Dat weet ik dus echt niet, want hier heb je echt niks te doen. Volgens mij ligt hier een mooie stift. Ik weet wel wat ik hiermee kan doen, want je hebt hier lege muren, dus dan dacht ik dan hoeveel minuten er voorbij zijn, dan zet ik een streepje neer. En dan is dit een streepje en als je dan 5 hebt, de 5e hoort dan een streep daar door midden. En ik denk dat ik nu ongeveer 10 minuten heb gehad, dus begin ik maar even met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan elke minuut. Doe ik er weer een streepje bij. En dan moet ik nu maar weer wachten tot er een minuut voorbij is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik kan niet klikken. Hierdoor. 1, 2, 3, 32, 33, 58, 59, 60. Papa! Wat is er, Boef? Ik verveel me. Verveel je? Hoe kan dat nou? Je zit in de gevangenis. Allemaal leuke dingen kun je doen. Nee. Nee? Helemaal. Onze Boef is al een beetje zat. En je hebt nog maar een half uurtje erop, hè? Dan heb je niks te doen. Nee, ja, boeven hebben nooit wat te doen, hè? Je hebt straf. Ja. Waar kan ik je mee helpen? Ik heb honger. Honger? Ja, en dorst. Honger en dorst. Nou, ik kan wel wat voor je regelen. Okay. Ja? Geef maar even je bord en je beker. Zo, nou, ik kom zo terug, oké? Okay? Ga jij maar door met vervelen. Ja. Doei. Doei. Dag, Boef. Zo, daar zijn we weer. Hallo, Boef 74713. Kijk eens wat ik heb. Ik heb een droog broodje met water. Droog broodje met water? Ja, dat eten boeven. Jij wilde deze challenge. Nou, eet smakelijk. Kijk je hem niet door de tralies? Oh ja, zo. Nou, eet smakelijk, hè? Ja. Doei. Doei. Ga lekker aan je tafeltje zitten. Ja. Oh, dus er zit wel een minuutje voorbij, hè?
en een minuutje. Volgens mij zijn er alweer een paar minuten voorbij, dus zet ik er nog een paar streepjes bij. Ik ga even lekker tekenen met deze stift. Zo, even kijken hoe het met de boef is. Hoe is die, hè? Het is goed, was het lekker? Ja. Hé, hey, wat zie ik? Wat heb jij daar getekend? Hé, hey, ben ik dat? Ja. Zit jij een grappige tekeningetje van mij te maken? Nee. Oh, oh, oh. Hé, hey, maar ik heb goed nieuws. Kortom. Boeven mogen ook altijd even luchten. Het is luchttijd. Dan mag je heel even naar buiten, even een rondje om de gevangenis lopen. Kun je de benen even strekken? Alleen maar om de gevangenis? Ja, alleen maar om de gevangenis. Je mag niet naar buiten. Je kan niet met je vrienden en vriendinnetjes spelen. Dus ik pak even de sleutel, als u even wacht. Kijk, hier heb ik de sleutel. Maak ik heel eventjes de gevangenis weer open. Ja, volgens mij kan die open. U mag heel even een klein rondje eromheen lopen. 10 rondjes, niet te lang, hè. Als je in de gevangenis zit, mag je af en toe even een rondje lopen. Alleen voor de bewakers is het natuurlijk wel goed opletten. Want ja, voor je het weet is zo'n boef weg, hè. En dat willen we niet. Niet stiekem weglopen, hè, mevrouw boef. Ik hou u in de gaten, hoor. Niet stiekem wegrennen, hè? De boef gaat er vandoor. Hier, ja, 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 ik heb je weer. Ik heb jou, boef. Hier, terug jij. Wil jij ontsnappen? Ging de boef er toch vandoor. Terug je cel in. Dat kan niet. Dit is een hele gevaarlijke boef. Zo. Zo, en nu in de gevangenis blijven, mevrouw. Mevrouw de boef? Ja. Er moet nog even een boevenfoto worden gemaakt. Alle boeven die in de gevangenis komen maken een boevenfoto. Dan weet je dat we de boef gevangen hebben. Dus we gaan van Janna ook even een mooie boevenfoto maken. Haar nummer is 4713. Ik zou zeggen, niet lachen. Deze foto mag je niet lachen. Dit is een hele serieuze boeffoto. Gaat dat lukken, mevrouw? 3, 2. Nee, hey, dit is helemaal geen gevaarlijke boef. Dit is een grappige boef. Oké, okay, mevrouw de boef. U kijkt voor u. U lacht niet. Ja, het is niet makkelijk, zo'n foto. 3, 2, 1. Nog één. Komt-ie. Komt-ie. 3, 2, 1. Heel boos kijken. Mevrouw de boef, heel boos. Het is er 1. Komt-ie. 3, 2, 1. Ja, ik heb hem. Kijk eens. Dit is een boze boef. Hallo mevrouw, de foto is klaar. Wilt u hem zien? Ja. Dit is hem geworden. U ziet er prachtig uit. Wauw. U gaat de gevangenis gewoon mooi maken met een eigen boevenfoto van u. En waar gaat u hem ophangen? Heeft u al een ideetje? Ja. Ja. Ik heb een heel goed idee. Heel goed idee zelfs. Zo, hier. Oh, dat is een prachtig plekje. Daar hangt u dan. Oh, oh, oh. Hoe heeft het zover kunnen komen, mevrouw? U had die bank nooit moeten overvallen. Dat was geen goed idee. Niet? Nou, de politie zei van wel. Niet. U heeft miljoenen euro's buit gemaakt. U zit hier natuurlijk niet voor niks. Ik heb er. U heeft het echt niet gedaan. Nee. Zit u onschuldig vast? Ja. Ja, dat zeggen alle boeven. Nee. Dat zeggen alle boeven. Dit is een challenge, oké? Oké, oké. Nou, er zit ongeveer al 5 uur op. Kan ik verder eens nog iets voor u betekenen? Ja. Wat dan? Ik voel me een beetje alleen. Kan u een paar knuffeltjes halen? Een paar knuffeltjes? Ja. Jawel hoor, dat is een beetje gezelschap. Ja, ja, dat vind ik wel kunnen. Nou, kom zo terug, oké? Okay? Ja. Hoeveel knuffels? Zoveel als ik kan. Zoveel als ik kan. Ik ga mijn best doen. Ik heb wat knuffels voor u geregeld, mevrouw de boef. Bent u er klaar voor? Ja! Daar komen ze! Zo, zijn dat er genoeg? Ja. Ik zie u helemaal niet meer. Waar bent u?
Ze is ontsnapt. Nou, veel plezier hè, met de knuffels. Ja. Doei. Dit is Bea, Chloe, dit is Flappy, dit is Mickey Mouse, Coco, Lady, dit was Flippy, Blitz, Sky, ook heel groot, alleen dan ook van foto. Ik heb er denk ik nog veel meer in mijn bed liggen, maar het is alsnog super veel. En ik ga ze er weer lekker bij pakken. Hé, wat zie ik daar? Daar zit een LOL-bal. Die wil ik wel hebben. Ja. Ik kan er niet bij. Ik kan er echt niet bij. Even kijken in de selfing nog iets zie om de LOL-bal te pakken. Hier zit ook niks. Aha. Ik heb een nipje. Ik denk hij is niet heel erg lang, maar. En nu ik ga ik hem echt kunnen pakken. Ah. Inklappen. Kijk, ik heb nog een keer papa getekend. Het is echt veel leuker dan die. Veel mooier, echt veel mooier. De eerste laag is eraf. Ik heb een mooie blauwe. Het lijkt echt nu op een bal. Een leuke bril. Ik vind hem ook super vet, want het is een neon. En dan, als je het dan of zo in het licht houdt en dan in één keer in het donker gaat... Dan zie je dat goed in het licht. Even kijken hoe het met onze boef is. Huh? Wat ben je aan het doen? Heb jij die gestolen? Nee, zelf gevonden. Gevonden? Ja. Ik heb zo'n idee dat deze boef niet helemaal te vertrouwen is. Er lag daar namelijk een leuke speelgoedbal en die is nu in één keer weg. En die ligt in één keer in de cel van de boef. Ra, ra, ra. Hoe zou dat nou komen? Heb jij die gestolen, boef? Nee. Nee, echt niet? Oh, boeven, 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 vertrouw ze nooit. Oeh, zie haar haren. Wauw. Die is fel gekleurd. Ja, dat is echt neon. Nou, ik ga weer. Over een uur is het bezoekuur, dus misschien krijgt u wel bezoek. Oké. Okay. Doei. Doei. Lekker in de gevangenis blijven hoor. Wacht, er zal nog eentje. En niet weg. Er wacht nog lopen. Eentje. Oh. Ik denk dat het flesje is. Doei. Ik denk al. Ja, het flesje. Ik ben ook super benieuwd wie er dan gaat komen. Boef 4713, eerst bezoek. Yay. Je moeder. Ja, als ik er in de gevangenis. Ja, waarom? Sorry. Ja, bankoverval. Nou, geloof ik helemaal niks. Nee, kijk eens hoe ondeugend ze eruit nee, ziet. Ik denk dat Jana onschuldig is. Echt? Zou ze nooit doen? Nou, ze zit in de gevangenis. Oh, maar u mag een half uurtje bij uw dochter op bezoek. Gelukkig, ja. Dus ik zal de cel even voor u open doen. Ja. Oeh. Zo. Hartstikke idee. En dan een half uurtje en niet langer, hè? Ja. Wacht u maar. Hé, hey, ziet daar nou een heel mooi vogeltje? Wat? Vogeltje? Ja, ik zie helemaal niks. Hé, hey, Jana, ik kom even bij jou op bezoek. Nou, een half uurtje, niet langer. Oké. Okay. Tot straks. Zit je in de gevangenis? Wat heb je gedaan dan? Niks. Nee, jij doet toch nooit iets verkeerds? Ik geloof helemaal niks van. Jij hoort hier helemaal niet. Maar gelukkig, kijk eens wat ik heb gepakt. De sleutel van de gevangenis. En die geef ik aan jou, moet je even verstoppen. En als ik dan zo meteen weg ben, dan kan jij hier ontsnappen. Ja, zonder dat de bewaker het ziet. Boef 4713, zit er weer op. Nou, het is weer echt, tijd. Is weer ja, tijd? U moet er weer uit. Nou, ik ben het nog steeds niet mee eens. Niet mee eens? Nee, nee, ze heeft niks gedaan. Nou, sorry, ze zit in de gevangenis en daar blijft ze nog 8 uur. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dag op. Doei. Kom straks weer even kijken. Ja. Zo, even... Huh?
Nee, de boek is weg. Wat kan er nou? Waar is de boek? Hè? Nee, de boek is ontsnapt. Wie heeft de deur open laten staan? Oh nee, hè. Oh, nou, ik denk dat we een probleem hebben. De boef is weg. De 24 uur challenge houdt bij deze op. Maar vond je dit filmpje nou leuk? Geef dan zeker een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Wil je nou nog een keer die gevangenis challenge zien? Moet je het ook even zeggen, moet ik die boef wel weer vangen. Doe hem gewoon nog een keer. Maar dan de hele 24 uur. Volgens mij hebben we er nu pas 16 uur op zitten. Boef! Ja, zoeken. Zoeken wordt het.